In baan nummer 1 voor Heerenveen, Sanne Holveen. In baan nummer 2 voor Zeemacht, Amber van der Kruk. In baan 3 voor Amersfoort, Magda Toeters. In baan nummer 4 voor de Devel, Chantalle Zijderveld. In baan nummer 5 voor Amersfoort, Lisa Kruger. In baan nummer 6 voor Woerden, Vivian Brak. Baan nummer 7 voor Amersfoort, Lisa Den Braber. En in baan nummer 8 voor Dordrecht, Lisa Dootjes. Take your marks. En hier zien we aan de leiding in baan nummer 4 Chantalle Zijderveld. Zij is de wereldrecordhoudster in haar categorie op deze afstand. En gaat hier ook ruim aan de leiding. Tweede positie nu voor Lisa Kruger in baan nummer 5. En Magda Toeters in baan nummer 3. Dat is de volgorde. Maar hier Zijderveld aan de leiding. Een hele mooie tijd. Het is 34-46. En dat is een nieuw wereldrecord! De officiële uitslag op beeld staan, dames en heren. We hebben een nieuwe wereldrecord op de 50 meter schoolslag. Ze wint hier deze afstand. Chantalle Zijderveld. Ja, dames en heren, en voor de echte zwemfans, niet alleen de aandacht hier in het Pieter van der Hogeband Stadion, maar ook bij het waterpolo. En ik meld u dat halverwege Nederland voor staat, Nederland-Frankrijk, Nederland staat voor met